moet je eens kijken, man. Kijk wat ze met ons doen. We gaan gewoon een feestje bouwen. Gewoon voor niks. Gewoon voor de 17 jaar, we staan daar even. Voor de gezelligheid. En ze komen ons gewoon nat spuiten. Paarden komen door ons heen rennen. Precies, dat is het toch. Wat er gebeurde, ik weet niet, wij kwamen aanlopen. En één grote machtsvertoon van de politie. Bereden politie, ME, waterkanon. Lekker te werk, Willem! Applaus voor jou! Applausje! Hij komt hier ook. Oké, let op. Op het moment dat er bekend wordt gemaakt dat er om 7 uur hier een entrada is, waar vuurwerk bij afgestoken wordt, wat in Madrid allemaal gemakkelijk kan. En vervolgens is het zo dat de gemeente zegt, we kunnen dit niet toestaan. En met dit machtsvertoon gaat zeggen van dit kan niet. Dan kan je verwachten van de Amsterdamse inwoner dat ze zeggen, ik leef mijn eigen leven. En dan gaan ze dit niet accepteren. Dus dit is puur uitlokking. Van de overheid. Ik vind het schandalig. Er is vanmiddag aangegeven dat je geen vuurwerk mag afsteken. Er is een entrada aangekondigd. Gebeurt vaker. Gebeurt nooit iets. Goed georganiseerd, daar gebeurt helemaal niks mee. En vanwege dat vuurwerkverbod was het eerste dat ze deden met een waterkanon vuurwerk uitspuiten. Nou, heel knap met 2 van dat soort grote wagens. Mensen komen hier een feestje maken. Zij versteren het. Dit was onder Van der Laan niet gebeurd hoor. Ja, wat ik hoor, typisch Femke Halsema natuurlijk. Gewoon niet een feestje willen bouwen. We komen hier met 20.000 man om een feest te bouwen. Om lekker het stadion in te gaan. Mooi, weet je, op naar een mooie 2-0 overwinning bewijs van. Ja, dit slaat nergens op. Het gaat altijd goed. Het is nooit gezeik. Ja, ik weet het niet. Het moet een feestje zijn voor iedereen, vind ik. Dat is mijn mening. Heb je die spekjes, Heb je die spekjes,